Henry, roman over de tijdschriftenwereld van Thomas van Aalten, dat ben ik dus. Een roman over de tijdschriftenwereld zegt natuurlijk niet alleen iets over een branche, maar ook over de tijd, de maatschappij. Denkt u aan de eerste keer dat u een satéetje heeft gegeten of dat u uw heupen heeft bewogen in de discotheek. Afijn, dat zijn allemaal dingen die ver achter ons liggen, maar in Henry wordt het beschreven. Dat doe ik er overigens niet vanuit enige melancholische of nostalgische overwegingen. Ik ben geen openluchtmuseum, ik ben zelf slechts van 78. Maar ik vind het wel een bijzonder fascinerende tijd, vanaf de jaren 50 tot aan begin jaren 80. Tevens de hoofdtijdagen van de tijdschriftenindustrie. Dus stelt u zich voor dat je stapels Avenue, Nieuwe Revue, Panorama. De tijd dat redacteuren nog weken hadden om een deadline te halen en dat ze nog echt naar papier roken die verhalen in plaats van naar de nulletjes en eentjes van nu. Dus ik zou zeggen, ga terug in de tijd met Henry, roman over de tijdschriftenwereld.